Yes jongens, welkom terug bij Wolfenstein de Nieuwe Orde. Tof dat je nog steeds aan het kijken bent. Dit is deeltje 4, het laatste deel van vandaag. En yes, let's go. And this dude is a fucking freak. En ja, nu 4 delen verder. Wat vind ik van Wolfenstein de Nieuwe Orde? Ik vind hem super, super vet. Echt, die sfeer is echt gruwelijk. Gewoon echt fucking dope. En ja, ik vind het alleen een beetje jammer dat ik hem niet gewoon op full kan draaien. En dat hij smooth draait. Hij draait wel smooth, zeg maar. Gewoon als ik hem zonder opname doe, dan draait hij gewoon smooth. Nieuwe timeline, wait. Oké. Maar, oh, there's a big dude behind you. Oh man. Take this shit. Maar zoals ik zei, hij draait wel smooth, zeg maar, alleen ik kan hem niet op full draaien. Dus dat de graphics op full staan. Nou, maar als ik mijn fraps opneem, dan lag ik gewoon een beetje. En nou ja, dat merken jullie ook een beetje in de video. Oh, moet ik jou helpen? Nee. Of moet ik zelf op die shit slaan? Ja, ik moet zelf op slaan. Oh shit, die dingen gaan aan. En ja. Maar voor de rest, ik vind het echt vet man. Ik vind, maak me kostelijk met deze game. En ik zou het je ook aanraden om deze te gaan halen. Van als je een. Ja, help me. Ja, als je van de Tweede Wereldoorlog zoet zat en je bent gewoon toe aan de Tweede Wereldoorlog zoet weer. En fuck die moderne shit, dan moet je gewoon deze gaan doen. Oké. Oh, we moeten lockpicken. Oh man, ik ben niet zo slecht in. Hoe werkt dit nou? Lockpick. Ja, nee. Ik heb hem. Yes. It's open guys, come on. Oké, dan ga ik wel voor. Oh yeah. Zo, precies in een A-vorm. Sick shit. Maar echt, Bethesda, tof deze game. Goed werk afgeleverd, echt. Maar ja, Bethesda, echt. Ik vind het echt een van de beste game studios van het moment, echt waar. En de game begint nu pas. Wauw. Al die actie ervoor. Sorry. Er zit een beest op mijn hand. Wolfenstein, The New Order. Obudził się. Co? Zaufaj mi, mamo. Po prostu twoja córka ma tajemniczą noc. Wow, this is echt space, jongens. Twoja córka ma, że już niewiele nie napracowała. Tato! Zit gewoon in een wheelchair. Zijn onderwijzen zum Wohl des Reiches eingesetzt werden. Sie bringen Patienten! Sie machen das!
Oh my god, jongens. Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie. W świetle. Jest echt space dit. En toen hoor ik geen geluid meer. What the heck? Strange sensation. Trapped in my body. Not blackout. I'm losing time. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. I'm having trouble with my thoughts. They dissipate like a scent on the wind. But it's getting better. Here's what I know. I'm in Poland. Hospital? No. An insane asylum. She's the head nurse. That's her father. Shrink. And her mother. Some type of pharmacist. They run the place, I reckon. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. And sometimes Nazis come. And they leave with patients in shackles. Like it's Death's Head's personal candy store. And the shrink raises hell and all, but in the end he signs. No choice, I suppose. Nou, kunnen we dit skippen? Yes. Ik skip het even, jongens, want anders is het gewoon meer cutscene dan dat we wat spelen. We sluiten deze Einrichtung. Ihre Dienste werden niet langer benötigt. Na, kein Grund, mühselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Wow. Was ist hier vorgekommen? Ein Offizier bei der Befehlsausführung angegriffen. Ich nicht die Betreuer zu töten. Keine Ahnung. Schwingt es die Teller. Oh, fuck, Jonas. War der Fiesbäcker. Arschlöcher. Wow. Oh, dikke payback. Anya, where'd they take you? Oh. Legs are like jelly. Fingers feel numb. En ja, we zitten nu in de tegenwoordige tijd, volgens mij. We hebben een brute gun. Kijk hoe mooi die is gemodified. En here we go. Oh, hij is vet, jongens. Oh, space. Oh man. Ik ga dood. Ah, ik val zwaar hier. Give me your gun. Wow, wat een dope assault rifle is dit. Nee! Shit, jongens. Het is gewoon een tweebeurt. Ik dacht dat het een single shot was.
Wauw, dit is echt moeilijk. Wauw, brute shit. Jongens, wat is dit vet. Die, man. Oké, dan. Wat is in de lokken? Ah, jongens, we moeten weer lockpicken. Ach, het is moeilijk, man. Yes. We hebben hem toch, of niet? Niet. Ik dacht dat we hem hadden. Ja, yeah, nice. En een trophy. Verder nog iets te looten hier? Nee, dan kunnen we verder. Het hele ziekenhuis is omgelegd hier. Fucking hell, jongens. Die glitch. You Nazis shooting folks who can't defend themselves. Oké, daar kwamen we uit. Waar moeten we dan heen? Wow. Bastard. Oké, dan hier dus. Hier. Got you. Dikke Michael Myers moves hier. Ah, we kunnen geen ammo meer. Dan gun. Hier is niks. Bye bye. Mooie gun dit. Ik vind hem echt bruut. Ik vind hem echt mooi gedesigned. Nice. Hier nog shit. Geen shit. Let's go. Ik vind het echt jammer dat ik hem niet gewoon op full kan draaien. Dat hij Texas niet zo laat oppoppen eigenlijk. Of laat een seconde of twee later. Dat is zonde, man. Maar ja. This is the exit. Motorized locked. Where does it open? Let's go. We kunnen naar buiten, man. Er komt ook een heel zootje naar binnen, volgens mij. Oh, schrik me kapot. Jongen, gewoon naast me. Ik ben echt niet aan het opletten. Weer naast me. Holy moly. Wauw, jongens, ik heb allemaal 7 hield. Hey, see this!
Give me a gun. Zag je die dikke kluis daar? Ik wil hem proberen te cracken, want volgens mij kan je hem cracken. Niet? Oh, ik dacht het. Misschien zat er iets vets in, een gun of zo. Oké, let's go outside, man. Tesla grenade, what the heck, super vet. Oh, ik heb nog maar 16 bullets, jongens. Oké, hebben we nu iedereen? Nooit! Ga nou heel gauw weg, joh. The fuck is dat? What the fuck, ze hebben gewoon drones? Jongen, dit ding is ziek, man. What the fuck, joh. Het zijn gewoon drones. Wauw, deze game, hè, jongens. Wat is die gruwelijk. Jongen. Twee van die takken dingen. Spring daar. Ik zit vast. Glitch. En ik ben dood. Fuck, jongens. Oké, ik probeer het nog één keer. En dan is dat weer het einde van episode 4. En zie ik jullie morgen bij episode 5, 6 en 7. We gaan gewoon lekker door. Gewoon speciaal voor de abonnees. Gewoon 3 dagen lang Wolfenstein. Open op de deur. Wow. Ja hoor. En ik ben gewoon weer dood. Wat zo. Oké, ik probeer het nog één keer dan. Nog één keer. Oh, jongens, deze game is hard. Let's go. En het is warm. Oké, open het door. Ah, joh, ik ga het niet halen, joh. Oké, run. Take everything and go. Wow, Tesla grenade. Wordt gewoon even tegen me gebruikt. Oké, got you. En ik hoop zo graag dat ze hier ook een dikke shotgun in hebben gedaan, hè, jongen. Takke ding, jongen, die drone. Bye, bye. Wow.
Wauw, jongens. Hoe sloop je die dingen dan? Ja, ik ben weer dood. En jee, jongens, ik heb het geprobeerd. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar episode 4. Vond je deze episode vet? Geef me een duimpje. Wil je meer zien van Wolfenstein: The New Order? Abonneer op mijn kanaal en see you at the next video.